controle verliezen. Daar wil ik het over hebben. En dan zeg je misschien van ja, moet de politiek, moet de Tweede Kamer zich nu ook al bemoeien met die prille liefde tussen jongens en meisjes? Nee, het gaat niet over pubers. Maar het gaat over de manier waarop de Tweede Kamer over koetjes en kalfjes praat. Een tijdje geleden heeft de Tweede Kamer besloten dat kalveren, nadat ze geboren zijn, een tijd lang bij de moederkoe moeten blijven. Dat lijkt heel sympathiek, want anders is het zo zielig, nietwaar? Maar als boerenzoon weet ik dat dit een heel onverstandig besluit is. Want in de eerste plaats, de stallen zijn er helemaal niet op ingericht dat die kalveren veilig bij de moederkoe blijven. En in de tweede plaats, als na een paar weken het kalf en de koe gescheiden worden, ja, dan geeft dat ongelooflijk veel meer verdriet en stress bij die dieren dan wanneer ze direct na de geboorte gescheiden worden. Slecht plan dus. Eerlijk gezegd, die kalverliefde van de Tweede Kamer doet me een beetje denken aan deze knuffel. Dat lijkt echt een kalf. Maar als je opgegroeid bent op een boerderij, dan zie je onmiddellijk dat het niet klopt. Want in de eerste plaats, een kalf zit nooit zo. Dit is de houding van een hond. En in de tweede plaats, een kalf heeft nooit hoorntjes. Met andere woorden, voor een stadsmens, voor een kamerlid die in de stad woont, is dit misschien wel een mooie kalverknuffel. Maar voor een boerenzoon, voor een boer, een boerin, is dat absoluut niet. Dus ik zou zeggen, beste Tweede Kamer, alsjeblieft, laat de kalveren en de koeien in hun waarde. Geef die boer en die boerin de gelegenheid om op een goede manier, naar hun eigen inzicht, voor hun vee te zorgen. En dan weet ik zeker, dan komt alles nog op zijn pootjes terecht.